Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe boekreport van Guido Fox Books. En ik wil het vandaag hebben over John Barton, de Bijbel. Het boek, de verhalen en de geschiedenis. En hij heeft een boek geschreven over de Bijbel. Dus het is niet één op één de Bijbel zelf, maar hij heeft de kern eruit gevist. En daar heeft hij wat opmerkingen bij geplaatst. Nou, wat opmerkingen. Het is een boek geworden van 623 bladzijden. Vol met wijsheden. Goede raad. Want ook de Bijbel staan veel dingen in die je mee kan nemen in het dagelijks leven. En waardoor je uiteindelijk gelukkiger wordt. Dus ook voor de spiritual life coaching is het denk ik belangrijk om ook vanuit religieuze hoek, vanuit spirituele hoek te kijken naar dit boek. En kijken of we daar tips uit kunnen halen voor het leven. En dat we meer gelukkiger worden in ons leven. En meer bezieling en bezinning krijgen. Dat is eigenlijk de kern van dit boek. En ook van mijn verhaal. Maar hij gaat heel erg in zijn boek. Van ja, staat dit boek Genesis wel in verband met dat andere boek? En moet het niet op een andere volgorde worden geplaatst? Verschillende stijlen worden besproken, de priesterstijl en nog een andere stijl. In wat voor schrijfstijl is het geschreven, verschillende spreuken en bijbelversen. Maar wat ik gedaan heb, ik heb het boek doorgelezen, maar ik heb de belangrijkste spreuken, de zinnen, de versen, de psalmen, heb ik eruit gehaald en daar wil ik met jullie dieper op ingaan en juist vanuit een spirituele blik. Dus ik wil echt met jullie de diepte in en kijken of we de diepste laag van verschillende versen, spreuken, verhalen kunnen ontrafelen. Want dat is natuurlijk veel interessanter dan kijken of een bepaald boek wel op de juiste volgorde staat en of op welke stijl een bepaald bepaald item nou is geschreven. Ja, ik wil beginnen met Genesis. Genesis is een mooi startpunt. Dat is natuurlijk het verhaal over de schepping van hemel en aarde in 7 dagen. En het is belangrijk om dat eerst te bespreken. En wat is nou de spirituele dieptelijn die eronder zit? Want dat wordt door geen enkele priester of dominee heb ik dat ooit gehoord. Wat betekent het nou eigenlijk? Wat is nou de grondgedachte achter al die versen en die verhalen? Wat is nou de diepte die erin zit? Die mis ik compleet bij wat ik gelezen heb en gehoord heb in mijn leven. En ook in het boek komt dit nauwelijks aan bod en komt dit niet terug. Wat nou eigenlijk die diepste lagen van de Bijbel betekent. En dat ga ik jullie uitleggen. Want ik denk dat ik dat wel weet. En met alle spirituele kennis die ik afgelopen jaren heb opgedaan. Genesis. Ik lees een beetje voor. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. Wat betekent dit nou? Dit betekent dat God de hemel en de aarde schiep. Maar dat betekent in spirituele zin betekent het dat hij het aardse maakte, het lichaam. Maar ook de hemel in het lichaam. Dus er is een aards iets in jouw lichaam. Hè? Het lichaam zelf, bloed, handen, huid, ogen, maar er is ook iets hemels in jouw lichaam. Dus hij schiep het allebei. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Dus hij was aanwezig, het goddelijke en het hemelse is synoniem voor elkaar, maar dat zit dus in ons lichaam. Dat zit dus is een innerlijk iets, dat is een spiritueel ascendentieproces. En later gaan we zien dat we hemel naar aarde kunnen brengen. Dus we kunnen het hemelse van binnen gaan voelen.
We kunnen contact maken met de River of Bliss Consciousness. We kunnen contact maken met de Amrita Nadi-lijn in ons lichaam. We kunnen die chakras openzetten. En dat is wat Jezus bedoelde. Dat is wat Mozes bedoelde. Dat is wat de Bijbel hier zegt eigenlijk. We kunnen hemel op aarde brengen. We kunnen ze verenigen. En dat is wat hier achter schuilt. Achter alleen al de eerste dag. God zei, ik ga even verder in Genesis. God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort. Allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en werd morgen, de derde dag. Wat betekent dit gedeelte nou? Ontkiemen van zaad, zaadvormende planten, vruchten dragen. Aarde bracht jong groen voort. Dat betekent een innerlijk transformatieproces dat je je innerlijke ziel kan vinden. Je kan je innerlijke drie harten op een rij kan je van binnen vinden. Maar je moet eerst dat zaadje ontkiemen door meditatie en contemplatie. Dan pas kan je dat van binnen pas voelen. Dus dat betekent die derde dag. Die derde dag is het zaad ontkiemen in jezelf. Dus je hebt eerst hemel en aarde gescheiden. En langzaam ga je het hemelse vinden in jezelf. En dan ga je het aan elkaar koppelen. Dus het aardse en het hemelse. Wees vruchtbaar en word talrijk. Dat betekent niet maak zoveel mogelijk kinderen en bij iedere vrouw. Wees vruchtbaar en word talrijk. En vul het water van de zee, de vijfde dag. Dat betekent, vind dat zaad, vind die chakra's, vind dat warm gedeelte in je lijn, in je kroonchakra, in je derde oogchakra, in je keelchakra. Open die hele lijn, het licht van God. Dan pas ben je vruchtbaar. En dan pas word je talrijk en kan je het verspreiden. Dat is de diepliggende zin uit deze. Dus niet wees vruchtbaar en word talrijk. Dat je zoveel mogelijk kinderen moet baren bij zoveel mogelijk verschillende vrouwen. Dat is onzin. Dat is verkeerd geïnterpreteerd. Het is een spirituele ascendentieproces wat hier weer onder schuilt. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. God zei dat. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dat betekent dus dat het gecombineerd is. Mannelijk en vrouwelijk. Wij zijn androgyn. En wat God hier schrijft, dat wij androgyn moeten worden. Wij moeten weer terug naar ons biseksuele oorsprong. Alleen dan kunnen wij tot het goddelijke komen. We moeten zorgen dat ons mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht is. Dat bedoelt God met, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Want het goddelijk is zowel mannelijk als vrouwelijk, is zowel Adam als Eva. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel zijn. Hier maakt God dus een verschil tussen dier en mens. En dat is best wel essentieel. De mens staat hoger dan een dier. En waarom? Omdat de mens verlicht kan raken.
De mens kan spiritueel ontwaken en dieren niet. Daarom is het dus zo'n onderscheid tussen mens en dier. Zo werd de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Dus de hemel en de aarde wordt van binnen voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk wat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dus ook hier zie je weer dat God zegende de zevende dag en hij verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dus ook hier tot rust komen. En dat bedoelt hij meditatie, contemplatie. En zo kan je tot rust komen en weer verder groeien. Dus ook af en toe weer loslaten. Dat bedoelt hij hiermee. Dus meditatie, contemplatie en dat ook weer loslaten. Dat is het belangrijkste wat deze zeven dag eigenlijk gebeurt. Je kan telkens vasthouden aan die Amrita Nadi-lijn. Maar er is ook een punt om eventjes weer los te laten. En dan weer naar binnen te gaan. En dan weer naar buiten. Dat is wat Genesis hier, wat hier bedoelt, die Bijbeltekst uitleg. Dus eigenlijk is Genesis niets anders dan het uitleggen van een spiritueel ontwakingsproces. Een spiritueel ascendentieproces. Het is een nieuwe schepping wat in Jezus zich heeft voltooid. Dat is wat in Genesis wordt beschreven. Ik wil toegaan naar Spreuken 2:1-5 op bladzijde 95. Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt al was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat. Die is belangrijk. Ernaar speurt als naar een verborgen schat. Dat betekent dat er een verborgen schat in jezelf zit die je kan vinden. Dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan zul je kennis van God verwerven. Dat slaat dus ook op dat innerlijke ascendentieproces, dat spirituele ontwakingsproces, die hartchakra die openspringt op het moment dat je daar zit. Dus ernaar speurt als naar een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan zul je kennis van God verwerven. Dat is precies wat wijst op het innerlijke spirituele ascendentieproces. Ik wil naar Job toe gaan. Bladzijde 98. Elke ochtend dringt u zich aan hem op. U onderzoekt hem elk ogenblik opnieuw. Dit wijst dus op contemplatie. Dat je elk moment van de dag onderzoekt hem. Elk ogenblik, dus elk ogenblik, elke blik met je ogen weer opnieuw. Dit is niets anders dan contemplatie en ochtendmeditatie. Elke ochtend dringt u zich aan hem op. Dus elke keer wat ik doe in mijn leven is elke keer naar die lijn. Elke keer naar binnen. Elke keer naar die drie harten op een rij. Elke keer probeer ik weer contact te zoeken met mijn kroonchakra. Elke keer weer met de ring om mijn hoofd. Elke keer weer naar de derde oog toe te gaan. Elke keer weer naar mijn keelchakra. Elke keer weer naar de chakras die eronder zitten. Elke keer weer naar mijn handchakra. Dus elke keer probeer ik daar te zijn. Gecombineerd met het naar buiten zijn. En ik merk ook dat mijn dag dan veel beter loopt als ik daar zit. Ben ik veel relaxter, ontspannen, chill, vrolijk. En krijg ik ook een goede karma terug. Krijg ik ook liefdevolle gezichten terug. Krijg ik ook maak ook mooiere dingen mee in mijn leven. En dus dat is wat Job hier zegt. Job 7, 17, 18. Dat is de Bijbeltekst uitleg. De exegese van deze vers. Ik wil toegaan naar Spreuken 8, 3, 0, 31.
op bladzijde 104. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde. Dit betekent dus dat je altijd vreugdevol bent als je hem van binnen voelt. Dus als je contact hebt met de Amritana, die lijn, ben je altijd verheugd, ben je altijd vrolijk, ben je altijd in het moment, ben je altijd chill, ben je altijd relaxed. Dus dat betekent spreuken. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid. En was blij met alle mensen. Ja, de wereld is een spiegel. Dus als je daar zit, dan krijg je ook weer positieve karma terug. Zoals ik zojuist eerder zei. Dus ik was blij met alle mensen. Dus dat betekent spreuken 8:30. Psalm 19:8. De wet van de Heer is volmaakt. Ja, dus het zijn is volmaakt. Levenskracht voor de mensen. Ja, als ik daar zit, heb ik veel meer levenskracht. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Ja, het zijn is betrouwbaar. Ik kan erop vertrouwen. Het is intuïtie. Het is ook weer gevoelsleven. Wijsheid voor de eenvoudige. Ja, het is wijsheid. Als je daar zit, ben ik wijs. En het is voor de eenvoudige. Dat betekent, voor de eenvoudige, betekent dat het niet voor iemand is die heel erg moeilijk denkt telkens. Die in zijn verstand telkens zit. Nee, je moet van je verstand naar je hart. Die lijn moet je maken. Wijsheid voor de eenvoudige, belangrijk. Mensen die in eenvoud leven, maken eerder kans om verlicht te raken. Dat zei Jezus ook. Postulees zijn eerder toegankelijk voor verlichting dan een priester. Als je telkens maar in de boeken zit en leest, dan ben je alleen maar met je hoofd bezig. Maar ook met gevoel, met hart, met liefde, dan ben je veel meer met verlichting bezig. Dus de eenvoudige, de schoenmaker bijvoorbeeld, of de loodgieter. Dat zijn mensen die veel makkelijker verlicht kunnen raken. Want die zitten te veel in hun hoofd. De mensen die dat niet doen. De bevelen van de Heer zijn eenduidig. Ja, het is eenduidig. Het is één punt in je lichaam. Het is een lijn. Vreugde voor het hart. Ja, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder. Het is helder en als laatste licht voor de ogen. Psalm 19:8-9. Licht voor de ogen. Een vriendinnetje van mij zei, ja, je hebt veel lichtere ogen. Je hebt gouden ogen die je aan het krijgen. Dat betekent spirituele ascendentieproces. Je wordt licht voor de ogen. Je ogen worden lichter. En dat is misschien niet goed te zien op deze camera. Maar je lichten worden, je ogen worden goudkleurig als je verlicht raakt. Ik wil naar Psalm 104, 15 gaan. Op bladzijde 177. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt. Geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, brood dat het mensenhart versterkt. Psalm 104, 14, 15. Zo zal hij brood winnen uit de aarde. Wat betekent brood? Brood betekent meditatie. Wijn betekent meditatie. Licht betekent meditatie, wijnstok betekent meditatie en herder betekent meditatie. Dus wijn, olie, brood, wijn zijn allemaal synoniemen voor meditatie en contemplatie. Dus zo zal hij brood winnen uit de aarde. Dat betekent dat je door het middel van mediteren kan je tot het zijn komen. En wijn die het mensenhart verheugt. Door meditatie kan je het mensenhart verheugen. Geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, als je verbonden bent met je kroonchakra, dan gaat je gelaat stralen. Dan word je relaxter, mooier en dan krijg je een gloed op je gezicht. En dat betekent die geurige olie die het gelaat doet stralen. Je gezichtsnadies gaan openstaan. Ja, brood dat het mensenhart versterkt. Ja, het versterkt je mensenhart en het wordt vervreugd. Dat betekent Psalm 104, 14, 15.
2:17. Korintiërs gaan we daartoe. Korintiërs 5:17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je wordt herboren. Je voelt je herboren. Je voelt dat er iets borrelt in jezelf. En op het moment dat die nadies open gaan staan en die lijn is gevonden, dan ben je herboren. Dus dan ben je één met Christus. Dat is wat in Korintiërs 5:17:2 staat. Dus één met Christus is een spirituele ontwakingsproces. Ik kan er niets anders van maken. Er wordt heel vaak in de Bijbel wordt gesproken over, op 2:15 wordt gesproken over de gestalte van God, de gezalfde, de Messias, de gezalfde, de gestalte van God. De gestalte van God betekent niets anders dan het lichte energieveld van een persoon. Het aantrekkingskracht. De gezalfde betekent de aantrekkingskracht van een persoon. Het energieveld. Het aantrekkende energieveld van een persoon. Het lichte energieveld. Dat betekent eigenlijk de gestalte van God. Dat is verlichting. En het zal gebeuren in die tijd dat de schatkamers worden geopend. Ik wil toegaan naar Johannes, naar het Johannes-evangelie van Jezus Christus. 2:6. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Ik ben het brood dat leven geeft. Dus hij heeft door middel van meditatie zijn lijn gevonden. En dan geeft hij leven weg. Ja, dat is zo, want je hebt heel veel energie. Dus dat geef je weg aan andere mensen. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Nee, want mensen zijn eigenlijk ongelukkig en hebben honger naar dat ene. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Nee, ook geen dorst. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Je gaat pas geloven als je het voelt van binnen. Dan pas kan je werkelijk geloven. Iedereen die de Vader van mij geeft, zal bij mij komen. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. Iedereen die zijn Vader vindt, dat betekent hartchakra, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Dus alleen mensen die heel gevoelig zijn en die met meditatie en contemplatie bezig zijn, kunnen het voelen bij mij. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Ja, je vindt het eeuwige leven in jezelf. Dat klopt. En het brood dat zal ik geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Ja, hij geeft zichzelf dus weg. Dat is wat Jezus doet. Hij geeft zijn energie weg aan mensen. En dan is het volbracht. Dus hij geeft spirituele, liefdevolle energie weg. Dat is wat hij hier bedoelt te zeggen in Johannes 6:35-37. Ik wil naar wijsheid toe gaan. 2:9-3. Zij, diegenen die de aard van de Heilige Geest hebben ontdekt. Zij hebben een geest die verstandig en heilig is. Uniek, veelzijdig, verfijnd, bewegelijk. Dus flexibel, dat is belangrijk. We zijn niet te rigide in. We staan open voor verschillende meningen en argumentaties. We willen los. Het verstand moet los worden. Niet te vast, niet te rigide. Dat is niet goed. Dan word je niet verlicht. Helder. Rein. Toegankelijk. Onkwetsbaar. Liefdevol. Scherpzinnig. Onuitstaanbaar. Weldadig. Mensenlievend.
standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend. En alles overziend, dat is mooi, dat is visie. Langetermijnvisie, alles overziend en vanuit een breed kader dingen kunnen bekijken. Alles overziend, veelzijdig, hè? En alle geesten doordringend. Dus je kan diep bij mensen binnenkomen als je verlicht raakt. Je kan alles helder zien. Je weet wat er speelt in iemand zijn psych. Dus alle geesten doordringend. Hoe scherp, zuiver en subtiel ze ook zijn. De wijsheid is bewegelijker dan alles wat beweegt. De wijsheid is bewegelijker dan alles wat beweegt. Dus die mind is zo flexibel. De ene keer zeg ik dit en dat en is bewegelijk. Je gaat dingen van verschillende kanten bekijken. Je bent een vrijdenker. Je moet een vrijdenker zijn om verlicht te kunnen raken. Anders werkt het niet. Dus de wijsheid is bewegelijker dan alles wat beweegt. Ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Ze is de adem van Gods kracht. De zuivere straling van de luister van de Almachtige. Niets dat onrein is, kan haar binnendringen. In haar schittert het eeuwige licht. In haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één, maar kan alles. Ze is onveranderlijk, maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk volgende gedachte van vrome mensen en maakt hem tot vrienden van God. En tot profeten. Want God heeft alleen degene lief die zijn leven deelt met wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon. Haar plaats is boven de sterren. Ze is schitterender dan het daglicht. Want dan wordt vervolgd door de nacht. Maar de wijsheid wordt nooit verduisterd door het kwaad. Haar macht omvat de wereld van het ene uiteinde tot het andere. Alles bestuurt ze even voortreffelijk. Ze bestuurt heel veel dingen. Het is een gigantische macht die je kan ontwikkelen als je verlicht raakt. Ontzettende grote macht en kracht. Waar mensen bang voor waren. Mensen waren bang voor Jezus Christus. Daarom was hij vermoord. Daarom hadden ze hem opgehangen. Jezus kon ook flink schelden. Dat lijkt uit bladzijde 350. Jezus mensen uitscheldt die hem moeilijkheden bezorgden. Ja, die zijn uit de kanonieke versies van de Bijbel weggeschreven. Net als zoveel gnostische teksten van Judas en Maria. Spirituele tijd heeft het moeilijk gehad binnen het christendom. Een van de weggeschreven teksten van het Thomas-evangelie is van Jezus. Maar het koninkrijk is binnen in u en het is in u te zien. Wie zichzelf kennen, zullen het vinden. Wie zichzelf kennen, zullen het weten. Dat zijn zonen zijn van de eeuwige Vader. Maar als u zichzelf niet zult kennen, dan leeft u in armoede. En bent u die armoede zelf. God zit in jezelf. Het is een lijn die je kan ontdekken. En Jezus zei, en wanneer jullie het mannelijke en het vrouwelijke één maken, zodat het mannelijke niet langer mannelijk is en het vrouwelijke niet meer vrouwelijk. Dus weer naar die androgyniteit. Hè? Weer dat mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht krijgen. Dat is het doel. Het doel van het geloof. 375 uit het Johannes-evangelie. Het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond. Het woord betekent het goddelijke. Het goddelijke is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Dat betekent weer een innerlijk spirituele wedergeboorte. Hier lijkt sprake van een spirituele wedergeboorte. Een wedergeboorte die anders is dan een oorspronkelijke fysieke geboorte. Het is anders, hè? Het is dus een innerlijk transformatieproces.
Er zijn helemaal geen fysieke geboorte. Ja, en alles wat een beetje terugkomt in de Bijbel, 490, is schepping, Genesis, de val, de verlossing en de vervulling. En dat is precies de steps die je ook ziet in een mensenleven. Je hebt een schepping, je wordt geboren, je krijgt een keer met een val te maken. Dan word je verlost en dan raak je vervuld. En dat is eigenlijk de stappen die je neemt met een spiritueel verlossingsproces. Met een spiritueel ascendentieproces. De schepping, val, verlossing, bezinning. Dat zijn eigenlijk de vier dingen die cruciaal zijn in een spiritueel ascendentieproces. Nou, ik heb met veel genoegen dit boek gelezen. John Barton, de Bijbel. En ik heb al een nieuw boek besteld. Dat gaat dieper in op het Thomas-evangelie over de jeugd van Jezus Christus. Van Osho, die heeft erover geschreven. Belangrijk denk ik om de jeugd van Jezus Christus te begrijpen. En te begrijpen wat je moet doen om de verlichte status te kunnen bereiken. Om te stijgen op die spirituele energiefrequenties. Maar met genoegen dit boek gelezen. Een meesterwerk volgens de Sunday Times. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar van deze aflevering.